Goedendag. het Weekend komt dichterbij. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken voor die periode. Het weerbeeld lijkt wat wisselvallig te gaan worden. Dit is een foto van vandaag: zon en stapelwolken. Dat is ook wel iets wat we de komende dagen gaan zien. Maar soms werden die stapelwolken behoorlijk dik. En dan wordt het een bui. En dan krijg je dit soort donkere lucht. Een prachtige, mysterieuze foto die vandaag ook werd gemaakt. Want er kwamen een paar stevige buien voorbij. Nou, we gaan nu een wat rustigere periode tegemoet. Donderdag en vrijdag dan is het droog met zonnige periode. Daarna kan het toch wel weer wisselvallig worden. Ik pak ook even het hoogtepatroon erbij: 500 hectopascal. Dat is zo'n 5 kilometer boven ons hoofd. Gewoon om even een gevoel te krijgen hoe die stroming momenteel is. We zien in het noorden van Europa boven het noorden van Europa echt wel wat koude lucht... in het zuiden warme lucht. En dat is vrij normaal natuurlijk. Dan hou je een westelijke stroming over. Dan pluk je koude lucht hier boven de oceaan. Dat schuift langzaam maar zeker richting Frankrijk... en ook het zuiden van Groot-Brittannië. En eigenlijk volgend... Uh, begin volgende week trekt dat een beetje over, maar dan is het al behoorlijk afgevlakt. Daarna een opbouw van een rug van hoge druk in de bovenlucht. En dat betekent dat het enigszins kan gaan stabiliseren. Zeker als dit wat verder gaat wegtrekken naar het oosten. En dan zou de temperatuur geleidelijk aan toch wel wat omhoog kunnen gaan. Zeker ook als aan de grond die stroming wat meer zuidelijk gaat worden. En daar heeft het wel enige schijn van. Ja, de afgelopen dagen, dus die buienactiviteit. We pakken de weerkaart op op donderdagnacht. En dan zien we eigenlijk een gordel van hoge luchtdruk boven Groot-Brittannië, boven de Benelux en het centrale deel van Europa. En die hoge druk die zorgt ervoor dat het even wat rustiger gaat worden. En dat we donderdag en vrijdag kunnen profiteren van mooi weer, zonnige perioden en ook droog weer. En dan krijgen we in het weekende geleidelijk aan weer te maken met buien. Boven Frankrijk gaat dan een thermisch lage drukgebied, als het ware, ontstaan. Het wordt daar warm en dat levert onstabiliteit op. En die buien die komen dan geleidelijk aan richting Nederland. We kijken hier naar het Amerikaans model. Die laat zelfs al voor het zuidoosten van het land op zaterdag een enkele bui zien. Het Europees model is daar wat later mee, misschien op zaterdagavond. Maar wat ze wel allebei hebben, is dat op zondag de kans op buien flink gaat toenemen. Hier zien we die storing vanuit het zuiden opzetten. Zondagmiddag ligt die precies boven het land. en Dat betekent dat er dan een aantal stevige buien kunnen vallen en dan sluit ik... Natuurlijk niet uit dat er ook onweer bij kan voorkomen. Eerste Pinsdag, dus een wat wisselvallige dag. In alle grote modellen zit dat wel. Die buien die trekken dan verder naar het noorden. Komen vanzelf uit bij tweede Pinksterdag. Dan zet ik de animatie ook weer even stil. En dan zien we nog steeds dat er toch wel flink wat blauw is boven onze omgeving. Met andere woorden, er kunnen ook op tweede Pinksterdag verspreid in het land een aantal buien vallen. De temperatuur zal dan ook iets gaan achterblijven. Wat verder ook opvalt op deze weerkaart in die nacht. En dat is dan eigenlijk al maandagavond. Die buienlijn die over Duitsland gaat trekken, die ziet er weer behoorlijk actief uit. Dat kunnen echt intense buien zijn die voor problemen gaan zorgen. Nederland lijkt daar vrij van te blijven. Heel misschien dat het Zuidoosten van het land daar nog even mee te maken gaat krijgen. Nou, wat betekent dat voor de neerslagkans? Als we die er even bij gaan pakken, voor de regio Zuidoost bijvoorbeeld, dat we heel duidelijk zien dat tijdens die pinksterdagen die kans op neerslag wel erg groot is. De eerste pinksterdag kunnen er echt een paar forse buien overtrekken. Daarna moet het geleidelijk aan weer wat droger gaan worden. Eind volgende week nauwelijks kans op neerslag en dan komen er ook wat hogere temp kan ik u ook laten zien, want als ik de temperatuurpluim van regio Zuidoost erbij pak... dan zien we dat hij toch geleidelijk aan wel richting die 25 graden gaat in de loop van volgende week. Maar precies rond de Pinksterdagen net eventjes wat lagere temperaturen. Het wordt in ieder geval niet zo koud als de afgelopen tijd met die hele lage maxima. Dat zit er niet in. We blijven toch wel zo rond die 20 graden of zelfs nog iets hoger. Voor het midden van het land kunnen we ook eventjes gaan kijken. Want dan zien we eigenlijk dezelfde tendens. Alleen met een paar graadjes minder. Dat is over het algemeen altijd wel het geval. We zien met name later in volgende week. dat de marge wat ruimer wordt aan de warme kant. De gemiddelde temperatuur zal waarschijnlijk ergens gaan uitkomen. tussen 20 en 23 graden. En wat de neerslag betreft. Ook daar zien we. Ik pak nu weer regio Zuid-Oost. Ik moet even de andere pakken. Regio Midden. Ook daar zien we dat zondag en maandag. die kans op buien wel erg groot is. En dat het juist daarna weer duidelijk wordt wat droger gaat worden. Kijken we tot slot ook nog eventjes naar de kans op echt zomerse dagen. Daar hebben we ook een mooi grafiekje van, dat zien we dan hier voor regio Midden. Nou, dat past dan ook wel in het beeld wat ik u net vertelde. We zien in de loop van volgende week tweede deel van volgende week dat die kans op 25 graden wat groter gaat worden. En u kunt zich voorstellen dat dat in het zuiden en zuidoosten nog wat groter is.